Leslie, waar zijn je video's waarin je mensen basht? Voor die mensen heb ik een speciale video. Want we gaan weer praten over een of andere mogol. Ik heb pas geleden een bericht op Discord van een van jullie. Hey Wesley, ik hoop dat het een grap is. Vraag je, ik heb niet echt een audience, maar zou je een video over deze guy willen maken? Ik heb er zelf ook een gemaakt. Alleen of veel mensen het zien, is een tweede. Apollo Jace is terug. Ik weet niet of het YouTube publiek Apollo Jace nog kent. Jongens. Jullie gaan nooit geloven wat er net is gebeurd. Jongens, mijn been is afgehakt. Jongens, mijn been is afgehakt. Als je hem nu nog steeds niet kent, dan is het toch echt jouw fout. Quick rundown voor de mensen die Apollo Jace niet kennen. Er was een bekend Insta-account genaamd Shitgepakt. Shitgepakt posten straatvideo's en weet ik veel wat voor gezeik. En opeens was er een of andere mogol die met dit soort video's op Shitgepakt kwam. Ik ben de uitverkorene. Ik ben Jezus! Ik ben Jezus! Fast forward blijkt dus dat die mogol Shitgepakt zelf was. Hij werd hier bekend mee, leuk, bla bla bla. Beetje het armor was right, Dutch tuber, romantische verhaal, weet je. Ja, leuk. Nou, uiteindelijk vond niemand hem interessant, want het is gewoon, nogmaals, een mogol. Dus is hij gestopt. En nu, jaren later, is hij eindelijk terug op TikTok. Jongens, ik ben snel van de Matrix! Film! Ik ben snel van de Matrix, maar het is me eindelijk gelukt. Ja. Hij is terug en hij is nu een money influencer. Hoe noem je die shit? Scammer. Hij is nu een scammer. Zijn haarlijn is er alleen niet op vooruit gegaan. Want tering, als je echt zoveel geld verdient, ga naar Turkije, ouwe. Mijn buurjongen berichtte me of ik voetbal kom kijken. Is hij nou helemaal gek? Hij doet me ergens een beetje denken aan Delano. Alleen dan wel de retarded versie van Delano. Gek geworden. Weet hij niet dat voetbal is verzonnen door de Matrix om hem af te leiden? Hij is opeens een soort Andrew Tate. Leuk. We dwalen een beetje af van het onderwerp. Hij is een scammer geworden. Hoe bedoel je een scammer? Dat je een beetje TikToks post uit Android Tape betekent. Maar het is een scammer, dat is toch? Nou, hierom. Hij verkoopt 500 euro cadeaukaarten voor 5 euro. Klinkt een beetje ongeloofwaardig, hè? Ja, nee, dat is het ook. Want dat klinkt het inderdaad. Het klonk zelfs zo ongeloofwaardig dat hij het nu heeft veranderd naar 50 euro cadeaukaarten voor 5 euro. Even dat nulletje wegwerken. Ook werkt het cadeaukaart trouwens alleen op zijn eigen site. Waar je leuke shirts met beren erop kan kopen voor 72 euro per stuk. Even serieus, welke debiel koopt dit? Deze shit kan je laten bedrukken voor maximaal een tientje. Ik moet wel zeggen dat hij een professionele site heeft gemaakt. Dat is best wel knap. En het verkopen van deze shirts op zich... Weet je, ja, de prijzen slaan nergens op. Maar dat is nog niet eens een scam of zo. Het is gewoon die fucking giftcard. Ook nog vooral om het feit omdat het niet werkt. Dat is wel, weet je dat het niet werkt? Ben je in de scam getrapt? Nee, maar onze grote vriend Denise dacht ik ga het wel even uitproberen. Oké, jongens, mijn order is bevestigd. Dus als het goed is, heb ik een giftcard. En als ik deze giftcard nu wil uploaden... 200,46 euro. Maar wat dan als ik één shirt wil? Wat hoeveel zou het dan kosten? Het tekort. Want ik heb toch 500 euro korting, dus in principe, hoor ik dit gratis krijgen. En natuurlijk, het is niet gratis. Het mooiste hiervan vind ik nog dat hij zeg maar de code in de video laat. Dus als je nou toch kleren wil kopen, want Denise heeft het niet gedaan. Alsjeblieft, je hebt de code voor 500 euro korting. Ik zeg Jerry, het is eigenlijk best wel slim. Deze gozer gooit gewoon nepkorting, koop nepkorting op zijn veel te dure kleding. En dan wordt het een nog steeds te dure prijs, maar goedkoper. Waardoor hij er dubbel winst op maakt, want je koopt zo'n kaulo korting ding. En je koopt veel te dure kleding. Ja, ik heb zojuist mijn code geleakt. Mocht je nou mooie kleding willen kopen. Denise, fucking legend is dope. Ik weet zeg maar niet of ik deze TikTok serieus moet nemen of niet. Ik ben nu de rijkste persoon van Nederland en jullie gaan allemaal mijn cursus kopen. Die zitten allemaal in de gevangenis. En alleen met mijn hulp gaan jullie ontsnappen. Apollo, we hebben een klant. Huh? Echt? Hallo? 6000 euro spaargeld? Dat is precies mijn cursusprijs. Contant? Het is ironisch, want hij scamt mensen zelf. Maar tegelijkertijd steekt hij wel een soort van de draad aan met andere scammers. Zo van, ik ben beter. Kank Apollo, jongen. Zo intelligent. Hij doet zich dom voor. Maar hij heeft volgens mij nu al miljoenen. Denk het ook.
Ja, ik weet het niet met hem. Is hij nou slim en maakt hij hier zijn eigen merk groter mee? Of is hij kankerdom en doet hij maar gewoon wat? Weet je, het is, je weet het niet met hem. Maar ik ben in ieder geval blij dat hij zijn kop heeft kaal geschoren, omdat hij wist dat het inderdaad niet anders kon. Wat ga je doen als je gehackt wordt? Kom op jongens, we leven in 2024. Ik heb de beste beveiligde systeem... Shit, shit. Iemand probeert mijn site te hacken, jongens. Iemand opende de aanval en hackte onze 500 euro cadeaukaart naar 495. We traceren... Oh, nee. Nee. ...eerde de hacker en vonden zijn telefoonnummer op OnlyFans. Hello. Wat hello? Je hebt me gehackt. Dubbel gepenetreerde kankermoeder. Het voelt echt alsof ik in een soort tijdmachine ben gestapt en terug ben gegaan naar 2017. Kan Armo ook alsjeblieft terugkomen? Ik ben benieuwd hoe lang het duurt voordat hij weer verwijderd wordt van TikTok. En om types zoals jij die mij gepest hebben, help ik nu elke persoon die in moeilijkheden zit met de beste prijzen ooit. Omdat ik precies weet hoe het voelt om het niet breed te hebben. Beste prijzen ooit. 72 euro voor een fucking t-shirt. Dat je door een of andere indie jochje van 5 hebt laten bedrukken. Ik heb het gevoel dat hij geen eens een huis heeft, maar alleen maar deze geleased auto. En dat hij daar eigenlijk gewoon in leeft. Want je ziet alleen maar shots van zijn auto. Je ziet hem nergens anders. Dit merk kan nooit van jou zijn, want op school droeg je elke dag dezelfde... Of het is de auto van een mattie van hem die daadwerkelijk wel geld heeft. Ik vraag me alleen ook af hoe die weer aan een been komt. Heeft hij met dat geld een nieuwe been gekocht? Jongens, mijn been is afgehakt! In ieder geval, Apollo, ik zou wel op jouw hoofd willen klaarkomen. Je kale hoofd. Willen jullie dat nou ook? Abonneer dan even op mijn kanaal. En deel de video met Apollo Jace. Apollo Jace, ik daag je uit om een 1 tegen 1 boxing match tegen Delhi te doen. Ik weet niet wat de winnaar krijgt, maar het lijkt me wel leuk. In ieder geval, ik hou van jullie. En tot de volgende video. Later. Oh, ik moest nog aan het begin. I don't give a fuck. Hey!